Welkom Kreeft bij jouw kaartlegging met kaartenadvies van de engelen. We gaan 3 kaarten nemen. Is er eentje bij waarvan je denkt van daar heb ik niks aan? Laat die dan los. Die is dan voor iemand anders bedoeld. Geen enkel probleem. En anderzijds is er een kaartje dat je denkt van wow, die blijft hier toch wel plakken aan mij. We zijn nu al een kwartier verder en ik moet nog altijd aan dat kaartje denken. Dan is dat eventueel een advies waar dat je wel mee aan de slag kan, hè? En een advieskaart is waarheid. De beste manier om de huidige situatie aan te pakken is gewoon de waarheid te vertellen. Anders dan je misschien denkt, zal niemand gekwetst zijn als je precies vertelt hoe jij je voelt. Hoe jij je voelt is altijd waar. Dat is altijd juist. Iemand anders kan niet zeggen, nee, dat klopt niet. Nee, wat dat jij voelt, dat voel jij. En het advies van deze kaart is om in de situatie waarin dat jij je nu bevindt, om gewoon even duidelijk te zeggen wat dat jij voelt. En dat is dan de waarheid. En misschien dat je dan uit die huidige situatie verder kan. Want wat dat jij voelt is altijd juist, dat is altijd waar. En dan hebben we aartsengel Michael. De weg is nu duidelijk. Ik heb alle obstakels op je pad verwijderd. Je kunt nu gemakkelijk en vol vertrouwen verder gaan. Je zult bereiken wat je hart wenst. Ik denk dat dat een mooi vervolg is op die vorige kaart, hè. Als je dan de moed hebt om jouw waarheid te zeggen over hoe dat jij je voelt, dan gaan er obstakels die er nu zijn, doordat je dat nog niet verteld hebt. Maar door die dan wel te vertellen, gaan die obstakels verdwijnen. En ga jij kunnen verder gaan op jouw pad en ga jij het gewenste doel dat jij voor ogen hebt, ga je dat kunnen bereiken. En dan hebben we ook nog aartsengel Metatron. Ik ben jouw schakel tussen hemel en aarde, tussen je menselijkheid en je goddelijkheid. Ik help je om het conflict tussen je hart en je verstand te herstellen. Voel mij in je hart en gedachten. Ik denk dat hier het advies is, daar waar dat je hier de focus legt op de gevoelens, hè, op hetgeen dat je voelt, op je emoties en je gevoelens, doordat je die gaat communiceren, gaat er een pad vrijkomen, waardoor dat je verder kan naar de toekomst toe. En in de toekomst is het advies dan om gevoel en verstand, om die in balans te hebben met elkaar. En dat je heel veel tijd spendeert aan wat zijn je gedachten, wat zijn je overtuigingen, als wat zijn hier die emoties en welk zijn de gevoelens die er hier allemaal bij jou aanwezig zijn. Zo, dit was jouw kaartlegging met kaartenadvies van de engelen. Ik wens je nog een prettige dag.